Het centrale werk op ons nieuw album Zeit Gesundheit is ongetwijfeld de overture op Hebreeuwse thema's van Prokofjev. Het is een werk dat ik heel graag speel en ik heb dit werk toch een beetje gezien als uitgangspunt toen ik mijn ensemble wilde vormen. En een ensemble dat bestaat uit een voltallig strijkkwartet, een piano en een klarinet. We wilden al heel lang, heel graag dit werk ooit opnemen, maar we hebben toch bijna 10 jaar gewacht tot we het juiste thema of het juiste concept vonden om hier een volledig album van te maken. Uiteindelijk hebben we dan gekozen om dit werk te combineren met componisten die zich baseerden op melodieën van Oost-Europese volksmuziek. Denk maar aan Joodse muziek, Roma-muziek, een beetje klezmer ertussen. De titel Zeit Gesundheit refereert ook weer naar ons centrale werk op de cd. En als je een beetje gaat naar het ontstaan van dit werk, dan moeten we teruggaan naar New York 1919. Prokofjev speelde met een Zimbro-ensemble en de cellist van dit ensemble die gaf een notaboekje met een aantal Joodse volksmelodieën. En één van die volksmelodieën kreeg de naam Zeit Gesundheit, meine liebe Eltern. Dat wilde eigenlijk zeggen, vaarwel, mijn lieve ouders. Prokofjev heeft deze melodie dan gebruikt als tweede thema in deze overture. Ik vind een van de mooiste momenten op dit werk wanneer de cello dit tweede thema aanbrengt. Dat is een wonderbaarlijk mooi moment